Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, we zijn bij de Hartelbrug zijn we. Daar zo, de Hartelbrug. En ik was toch nog eventjes van plan om even 2 vlogjes op te nemen. Nou, we kunnen die kant op. We kunnen ook die kant op, maar ik vind het daar niet zo mooi. Dat vind ik mooier. Dus we gaan lekker die kant op en we gaan even lekker wandelen. Lekker eventjes wandelen. En ik geloof eerst even naar de auto. Had ik de deur nou goed op slot gedaan? Of had ik de deur niet goed op slot gedaan? That's the question. Hij doet het. We kunnen gaan. Het is koud. Het is echt een koud weekend. Zaterdag had ik echt geen zin om naar buiten te gaan. Ja, vandaag is het eigenlijk niet veel beter. Het is vandaag ook weer echt but weer. Kijk, hier heb je nog een van de pad. Kun je je auto neerzetten of zo? Ik weet niet wat het is. Heel raar. Maar goed, in ieder geval zijn we weer in het Hartelpark. En ik doe nog even wat vlogjes opnemen. Dit is altijd gevaarlijk, dit altijd hoor. Kijk. Huppakee. Nou, we zijn er. Het Hartelpark. Ja, hier hebben we toen vlog 666 opgenomen. Hè? Ja, maar toch nog eventjes wandelen. Het is verschrikkelijk koud. Dus ik weet niet hoe lang ik het volhoud. Want het is echt verschrikkelijk koud. Oh, jeetje, zeg van de weer. Maar goed, om nou echt het hele weekend binnen te gaan zitten en niks te doen, ja, dat vind ik nou ook niet echt. Vind ik nou ook niet echt interessant. Dan toch nog eventjes lekker naar buiten om nog eventjes vlogjes op te nemen. Beginnen met deze en als het goed is ga ik dadelijk nog een tweede vlog buiten opnemen en ga ik nog een vlog binnen opnemen. En die vlog buiten, die kunnen jullie hierna te zien. Die vlog binnen, die wordt waarschijnlijk als eerste ga ik die uploaden. Beetje ingewikkeld allemaal, maar goed. We zijn er in ieder geval. Ja, dit wou ik al een hele tijd, hè. Weer even eindelijk weer een keer naar buiten, jongens. Even weer een buitenvlogje. Even weer wat anders. Ja, ik ben hier al een heleboel keren geweest. Het is niet echt nieuw of zo. Maar ik vond het gewoon even lekker om toch nog eventjes buiten een vlogje op te nemen. Ik vlang nu alweer naar mijn kacheltje en de warmte. Het is echt verschrikkelijk koud. Kom kijken, mijn handen zijn helemaal rood. Dus goed. In ieder geval ga ik morgen ook weer wat doen. Dat hebben jullie al, als goed is, hebben jullie dat al in de vlog gezien. En wat dat is, ga ik lekker nog niet vertellen. Dat zien jullie over, als goed is, 2 vlogjes. Hierna nog een buitenvlog en dan gaan we een vlog opnemen. En die ga ik morgen opnemen. Koud. De steen is te wakker zeggen. Koud. Maar goed. Alles is een beetje in herfstkleuren. Overal liggen blaadjes van de bomen. Alhoewel er aan de bomen zelfs ook nog blaadjes zitten. Dus nog niet alles is gevallen. Allemaal takken, allemaal daar zo. Ja. Lekker hoor. Even lekker naar buiten, jongens. Heerlijk. Doe weer even 2 vlogjes erbij dadelijk. Lekker. Tik lekker aan zo. Wat is het koud. Verschrikkelijk. Het is echt tering koud als shit. Nou, hier de Hartelbrug, hè, jongens. De Hartelbrugje. Het Hartelbrugje. Nou. Hier is de brug naar beneden. Als je van de brug afkomt. Als je de brug opgaat, ga je richting Rozenburg, hè? Nee, met de fiets. Dus, ja, lekker hoor.
Het is lekker groen hier nog. Ja, we zitten inmiddels natuurlijk al in december natuurlijk al. Dus ja, het mooie weer is echt over. Het is nu natuurlijk echt winter is het nu. En dat is ook in de kou goed te merken, want we hebben echt een hele tijd prachtig weer gehad. Prachtig weer. En ja, nu is het dus weer schipperen met... ja, extra kleding aan, handschoenen eigenlijk, die had ik eigenlijk ook mee moeten nemen, maar die ben ik weer vergeten. Of nou ja, vergeten, ik heb nooit zo graag handschoenen aan. Maar in ieder geval, normaal altijd eventjes handschoenen aan natuurlijk, sjaal om, muts op, dat heb ik inmiddels ook. Dus ja, het is echt herfst weer, of echt winterweer begint het te worden. Ja. Heb lang geduurd trouwens, heb heel erg lang geduurd, want ja, het is natuurlijk prachtig weer geweest. We hebben echt heel mooi weer gehad. Ook de nazomer was prachtig. Ja, we hebben het niet echt koud gehad. Dat is eigenlijk nu eigenlijk pas weer gebeurd eigenlijk, de kou. Want wat is het de tijd warm weer geweest, jongens. We hebben echt, denk ik wel, een van de heetste zomers gehad. De langste zomers gehad. En ja, momenteel is het nu even afzien. Omdat je zo'n periode mooi weer gehad hebt. Dat het nu eigenlijk wel afzien is eigenlijk. Het is, ja, we zijn het niet gewend, hè, de kou. We zijn het niet gewend. Dus... oh, ik heb zin in morgen, jongens. Oh, ik heb echt zin in morgen. Ik ga lekker nog niet vertellen wat het is. Maar ja, we gaan lekker... morgen ga ik ook nog wat doen. En morgen waarschijnlijk... ja, dan is Kevin en Joost er ook bij. Ramon is er niet. Die moet gewoon werken. Ja, en je hebt ook mensen... die zijn gewoon de hele maand vrij, hè. Net als ik. Heerlijk. Dit is eigenlijk de eerste... buitenvlog sinds mijn vakantie eigenlijk. Ik ben vanaf afgelopen donderdag ben ik vrij geweest en nu ja, is het zover. Eindelijk. Ja. Staat kijken van wat ben jij nou weer aan het doen? Ik ben aan het vloggen. Ja, zie je dat niet? Nou, nou heb je pech gehad. In ieder geval, ja, ik was er echt aan toe, hè, aan de vakantie. En nu het zo is, ja, heerlijk. Ik merk ook, ik was even bang dat ik niet rust zou nemen. Maar ik pak ook regelmatig, pak ik mijn rust. En ja, nu ik regelmatig mijn rust pak, merk ik ook dat het steeds beter gaat. Ik had echt gewoon rust nodig en ja, dat heb ik nou in ieder geval heerlijk. Niks verplichtingen meer, eindelijk weer lekker, ja, lekker vrij, lekker doen waar ik zin in heb. Had ik echt nodig, ik ga niet helemaal naar achteren lopen hoor, daar heb ik echt totaal geen zin in. Ja, dat is ook niet echt heel interessant, want dan kom je bij de McDonald's uit en weet ik voor allemaal en daar de woonboulevard. Dat is nou niet echt heel erg belangrijk. Ik ga lekker binnendoor. Zo. En dan ga ik zo lekker teruglopen. Ik vind het eigenlijk prima. Ja, het zullen wel niet echt hele grote vlogjes worden. Want het is echt tering koud en shit. Maar goed. Ik wou toch nog eventjes lekker naar buiten. Om even lekker te vloggen. Als het goed is wordt het binnenkort weer iets beter volgens mij. Voor mij zou de kou een beetje weggaan, heb ik gehoord. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar, ja. Het zou wel lekker wezen als het iets, iets warmer is. Want dit is wel echt heel erg koud. Ik vind het echt heel raar. Een bankje op een hele gekke plek. Ik vind het heel raar. Maar goed. In ieder geval...
Hier heb je het water. Ja, ik vind die andere kant vind ik niet zo mooi eigenlijk. Vind ik nooit zo echt heel erg mooi. Ik weet niet wat het is, maar dat... Nee, ik vind dat niet echt wat. Dus... ja. Heel groot meer. Het kan niet meer. Ja, dan heb je toch weer mensen die hun troep niet opruimen. Weer een blikje cola. Nee, energy. Oh. Oh nee, toch niet. Ik dacht eerst dat het de dode vogel was, maar er ook weer iets. Ik ben trouwens ook gekapt met... Oh, trouwens, hier liggen nog wat. Jongen, jongen, jongen. Wat een puinhoop. Maar goed, in ieder geval, wat ik ook wou zeggen... Ik ben ook gestopt bij energy drinken. Ik kan er niet zo goed mee tegen. En de laatste keer, dat was van de week... Toen dacht ik van, nou, weet je wat... Ik neem wel even een blikje, drink ik even gezellig mee. Maar... nee... Dat ging niet goed. Ik kreeg hartkloppingen, weet ik veel allemaal, kreeg ik allemaal. Nee, ik hou het gewoon lekker bij cola. Dat vind ik veel beter. Ik kan er niet zo goed mee tegen. Ik had tegen Ramon gezegd van joh, voor een tientje kan je al die blikjes overnemen van me. Maar ik heb niks meer gehoord. Maar als het goed is, hoop ik dat Ramon ze overneemt. Daar ben ik er vanaf en ik stop er verder, voor de rest stop ik ermee met de energie. Ik drink alleen nog maar cola. Nou, dat cola ook niet echt heel erg best is, maar goed. Hier een of andere, weet ik voor wat of zo. Hier zijn ze denk ik bezig geweest of zo. Maar het is hier nou één grote blubberpartij van, ja, van blubber en omgeploegde gras en veld en zo. Zonde. Maar goed. Ja, energy is ook, ben ik ook lekker mee gekapt. Ik moet gewoon meer vloggen weer. Lekker naar buiten, lekker vloggen. Lekker mijn video's opnemen. Dat heb ik ook wel heel erg gemist hoor. En nu heb ik er gelukkig weer de tijd voor. Ik heb nu weer tijd om lekker video's te gaan maken. Ik ga nog naar allemaal kerstshows. Daar heb ik nog steeds nog geen één van opgenomen. Maar dat ga ik echt nog wel doen. Nou, hier ook. Een grote blubberpartij. Hier zijn ze echt bezig geweest hoor. Ze zijn hier echt bezig geweest. Kijk eens. Hele ravage hier ook. Goh. Wat een puinhoop joh. Dus ja. Ik ga echt gewoon wel kerstshows opnemen. Kon gewoon even niet omdat... ik het natuurlijk druk had om mijn werk en in de weekenden dan had ik eigenlijk geen puff meer om wat te gaan doen. En nu heb ik zoiets van ja, ik heb er nou weer de tijd voor. Ik kan nou weer lekker vloggen tenminste. Eindelijk. Hier trouwens nog een hele boom ding naar beneden gevallen. Dus ja. Het is helemaal omgelazen joh. Omgekieperd. Zo. Ja. Maar goed, in ieder geval... ja, weer, ik ben er in ieder geval weer. We zijn weer helemaal terug met het vloggen. Het is echt een hele tijd is het stil geweest op mijn kanaal. Niet veel gedaan. En nu kan ik eindelijk weer mijn video's op gaan nemen. Ik weet niet waar ik nou heen loop, maar volgens mij loop ik nou verkeerd. Of niet, in ieder geval... Jawel, kom op dezelfde plek uit als waar ik de vlog begon. Toch eventjes van hoe kan dat nou? Ben ik nou weer ergens verkeerd gelopen of zo? Maar nee, ik ben niet verkeerd gelopen. Ik heb precies de goede route gepakt. Dus ja. Lopen we weer lekker langzaam naar de auto toe. En dan ga ik nog even naar één locatietje heen om te vloggen eventjes. Ja. En dan ben ik er eigenlijk wel weer klaar mee voor vandaag. Ga ik gauw weer naar binnen, want het is echt koud, jongens. Ik
Kijk eens mijn handen, jongens. Oh, helemaal rood. Helemaal rood mijn handen. Daar staat mijn autootje daar zo. Mijn gele racemonster. TikTok doe ik ook niet meer. Af en toe kijk ik nog wel eens even heel stiekem. Maar ja, dat is echt maar 1 of 2 of 3 minuten of zo. Dan ben ik het eigenlijk alweer helemaal zat. Nou, daar de Hartopbrug. Als ik het nog ga filmen, want mijn hand vriest de kant af. Door de kou. Maar goed, in ieder geval, ja, we zijn er weer. Ik ga even het hek open doen. Zo. En dan het hek achter me dicht doen. Zo, hoppakee. En dan gaan we er weer even door. Daar staat mijn autootje. Dus ja, ik zou zeggen, jongens, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe het duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.